Nu zijn er 164.775 in de vriezer. Er komen er vandaag 123.825 bij. Dus dat betekent dat we bijna 300.000, namelijk om precies te zijn, 288.600 beschikbaar hebben deze week. De heer Wilders. Nou ja, voorzitter, daar was ik dus al bang voor. 300.000, en laten we die van vandaag even vergeten. Dan waren het er rond de kerst en daarna 164.000. 164.000 vaccins. Waar mensen die in de zorg werken, waar de kwetsbare ouderen dolgraag gebruik van hadden gemaakt. Mm-hmm. 164 vaccins die, doordat u heeft gefaald met uw minister van Volksgezondheid, wat u zelf noemt, we waren niet wendbaar genoeg in normaal Nederlands. U heeft gefaald. U heeft ervoor gezorgd dat die 164.000 vaccins, dat die niet zijn naar mensen toe zijn gegaan. Mm-hmm. En dat er daardoor, mevrouw de voorzitter, meer mensen besmet zijn geraakt. Dat er daardoor meer mensen ziek zijn geworden. Dat er daardoor misschien meer mensen gaan overlijden. Door die 164. Heeft u enig idee wat deze aantallen, het zijn er geen 10, het zijn er geen 30. Ik denk dat het geen toeval is dat we nu pas weten van u dat het er 164.000 zijn. En dat dat in altijd de afgelopen dagen in alle vragenrondes is verzwegen. Weet u wat dat betekent? 164.000 keer mensen een prik onthouden die hun leven of in ieder geval hun besmettelijkheid kan. En hun ziekte kan voorkomen.